Ja, Joran. Hij staat je goed, net als vorig jaar. Hoe voel je je? Ja, natuurlijk geweldig. Hele spannende wedstrijd natuurlijk. Ja, het gevoel is echt is niet normaal eigenlijk dat we hier weer morgen staan eigenlijk. En ik ben gewoon trots op het team eigenlijk uiteindelijk. Wat voor een team hebben we vandaag gezien? Ja, natuurlijk strijdlust, karakter, waar ik het ook al eerder over had. Ja, uiteindelijk daarmee win je de wedstrijd eigenlijk. Gestreden met z'n allen, basisspelers, wissels, iedereen eigenlijk. Iedereen heeft meegeleefd met de wedstrijd en ja, dat we hier nu mogen staan, ja, geweldig. Hoe spannend was het voor jou om aan de zijkant te staan met die penalties? Ja, heel spannend. Daar heb je natuurlijk geen invloed op. Als je erin bent, ben je natuurlijk gefocust en heb je helemaal geen tijd om gespannen te zijn eigenlijk. Maar als je aan de zijlijn staat, ja, is heel spannend, echt waar. Lekker vieren nu, hè? Precies. Alsjeblieft. My man, you're laughing. How do you feel? Congrats, man. Yeah, what a moment. It's hard to endure, I think, you know. Hard game, extra time and penalties, and we all stuck together and we showed the fight which we've shown all season, and we got the win, you know. Yeah, and it's a fourth time against the Ajax this season. How does that feel? Are you proud? Yeah, it's proud, yeah. It makes it even better, you know. A tough game, difficult opponent, and to beat them four times, you know, it shows our performance in our team and the quality we have, and then we need to enjoy this moment now, yeah. And how is this ambience? How is this in the stadium? Yeah, it's the first time I've won something, so it feels unbelievable, you know. And it's been a top season for me. Being here, I've enjoyed it, you know, playing games with this team. And to win something just tops it off. And are you going to celebrate it? Yeah, I think I'll have a few drinks. Just a few. Congrats. Bye-bye. Gefeliciteerd. Op je blote voeten. Hoe gaat het met je? Want wat heb jij gestreden? Ja, echt waar. Ik denk... Daar komt je maat aan. Ja, yeah. How do you feel together? Top feeling. We deserve this. Now it's time to celebrate. Yeah, a lot of time he's the hero of the team. Now are you the hero, I guess, or not? Yeah, sometimes you cannot always be Xavi. Yeah? Xavi have to give the other ones too. No, but we have to keep the positive minds if you play or not. It's what I try to do, and after I have the confidence for my teammates and the coach, and I score. Ja, we hebben eigenlijk drie parts gehad deze wedstrijd. Normale wedstrijd, extra time en dan ook nog de penalties. Welke was voor jou het spannendst? Spannendst? Ik kon de penalties niet kijken. Normaal op het veld ben ik niet nerveus. Ik ging eruit en ik was aan het trillen, man. Nog nooit zo'n gevoel gehad. Ik denk, omdat ik het niet onder controle heb, dat maakt het juist een beetje spannend. Maar ik had er vol vertrouwen in, Dromo ook. Ik wist ook, penalty is ongelooflijk. En nog deze guy wist ik niet zou missen, dus goed gegaan. What were your thoughts when you stood over there and you had to take that penalty? It was all on you. I know, but of course if Dromo don't say before, I don't have this opportunity to give the victory for the team. So I think he deserved the credit too. It's not my credit because my teammates run 120 minutes for keep the goals without suffer. So I'm very happy. I come in, I help the team. I win is the most important, one more trophy, and let's go. Yeah, normally you have a lot of celebrates together after scoring a goal. What does a celebration look like for today? With some drinks maybe? It's better don't say here. Congrats, bye, thanks. Oh, oké. Joël, mag ik toch even zeggen? Er is veel gezegd voor deze finale. Jij gaat deze finale onder de lat staan. En dan ben je misschien toch gewoon even de held van deze finale? Ja, dat mag jij zeggen. Het was heel spannend. En er zat niet heel veel in bij beide ploegen, denk ik niet. En dan penalties, ja, als keeper kan je daar onderscheiden en ze misten er drie en wij scoorden de laatste en alles ging echt door me heen. Het was echt een kippenvel moment. Hoe heb jij eigenlijk de drie gedeeltes van deze finale beleefd? Dus een normale wedstrijd, dan de verlenging en daarna de penalties. Zat er nog iets in qua spanning anders? Of? Nee, het is altijd spannend, maar als team moet je gewoon geduldig en compact blijven. En als je zelf niet echt de bal houdt, gewoon zelf verdedigend compact staan. En gewoon, ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven. Dus, gewoon strijden. Het was echt een vechtwedstrijd en ik ben echt trots op het team. En we nemen de beker weer mee terug. Ja, en dat groen staat je echt wel goed. Zit hij lekker in wasjas weer? Ja, ik heb hem nog thuis van vorig jaar en
nu kan ik en mijn vriendin hem dragen allebei. Dus lopen we allebei met groen naar huis. Nee, super mooi. Zo, hoe ga je het nu vieren? Ja, ik heb zometeen Pesco en dan met een goed gevoel richting Eindhoven en gaan we een leuk feestje van maken vanavond. Geniet ervan, dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft.